Yo mensen, mijn naam is Sven. Mijn naam is Koen. En vandaag is het tijd om de auto eindelijk helemaal af te maken. Let's go. Nou, heel andere intro dan normaal. Ik was dit keer op het dak, zoals jullie waarschijnlijk zagen. Ook leuk. We staan weer bij Fixcar. Fixcar. En als het goed is, is ons hele frame en alles gespoten. Ja. En uitgedeukt. Wisten we niet, maar nee, ze zijn niet. Ook wezen uitdeuken. En helemaal in de grondlaag. Dat alle krasjes, pitjes, dingetjes eruit zijn. We hebben deze auto helemaal vol met onze onderdelen van de 107, maar dat laten we straks wel eventjes zien. Ja, we kunnen een kleine korte... Ja, we kunnen kijken. Kijk even. Kijk, hij ligt vol met dingen. Laten we de auto gaan bekijken. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. We staan boven en dan denk je, hè? Nardo Gray. Dat ook, maar ook van dat dak. Dat dak is wel echt, jongens. We hebben maar dat wisten ze helemaal niet. Voor hoogglans. Dakje. Ja, want dat lijkt een panoramadak oprecht. Iedereen dacht, hey, jullie zouden toch Frans coupé doen? Klopt. Maar dat is, we hebben daar besloten om dat niet te doen. Omdat we dachten, ja, we hebben een hele mooie, bijzondere, unieke kleur. Maar... En dan wordt de achterkant zwart, maar... We willen wel het dak zwart precies. hebben. Precies. Dus we hebben het dak gekozen om het zwart. Eruit zien, hoor. Ja, dus het dak is helemaal hoogglans zwart. Alle deukjes en dingetjes eruit. We hadden echt flinke deuken. We hebben foto's gezien, die deuken hebben wij nog nooit gezien. Nee. Maar er zaten echt zoveel deuken in dat zijpaneel. Ja, we hadden ook iets getikt, of tenminste, ja, echt tijdens het vervoeren. Ja, zonder spiegels en dingen waren we aan het duwen. Ja. En toen duwden we per ongeluk ergens tegenaan maar een deukje. We lopen rachen met dat ding. Ja, echt als een malle. Echt alles hebben we lopen doen. Maar dat ding wordt gewoon weer helemaal spik en span. En kijk eens hoe mooi die is geworden. Alle deukjes en dingen zijn hier allemaal eruit. Hier zat een deuk. Is er ook helemaal uit. Dan doen ze met zo'n laspunt. Dan klik, klik, klik. Trekken ze alles eruit. Schuren ze weer helemaal op. Maar echt super strak. Jongens, we zijn weer aangekomen bij de verfboer. Want er moet nog meer verf bijgekomen. 500 gram erbij kopen. Precies. Nou, ben benieuwd wat het moet gaan kosten. Deze auto heeft ons een paar honderden euro's gekost al. Ja, met alles erop. Nou, dit gaat wel naar de duizenden. Denk ik. Dit gaat wel hard hoor, jongens. Nou, oké, let's go. We gaan weer. Dit is echt een ziek goede investering. Dat vinden kijkers echt leuk om te kijken. Worden de video's maar 30.000 keer bekeken? Nog niet eens. Helemaal minder. Maar er komt wel wat leuks. Precies, er komt wat anders leuks aan. Kijk eens, jongens, 113,30 euro er weer af. Oké, jongens, en we zijn weer bij Fixcar. Het is weer een paar dagjes verder en de auto is af. Dat is ook van de hond. Hij ziet er heel gevaarlijk hij uit. Hij ziet er gevaarlijk uit, maar het is echt een puppy. Het is echt, je kan hem knuffelen. Hij is zelfs zwanger. Maar... Nee, dat is die andere, toch? Als je, ja, maar als je wil inbreken, ben je wel dood. Maar onze auto is af. Och, ik zie wat rood. Ik zie ook wel rood. En wat we nog volgens mij niet hebben verteld, of wel? Is het zwarte dak? Hebben we dat, ja, dat hebben we al laten. Zwarte dak? Nee, volgens mij hebben we dat geen laten zien, nog. Jawel. Ja? Jawel, ja, ja. Oh, hij is vet, hè? Kijkjes. Hij is echt... Zo, hij is wel echt... Och, hij komt die uit. Matte binnenkant. Dit is het idee van de spuiter, hè? Het ja. idee van Fixcar. En de dak. Ja. Want Fixcar kwam naar ons toe en Fixcar zei, hey, weet je wat vet is? Om dit in dezelfde kleur te doen, maar dan mat en geen glans. Ja, ja. Want mat is gewoon mooier aan de binnenkant. Ja. Dus wij zeiden, nou ja, jullie zullen het wel weten, het zal wel vet zijn. Hou eens hier tegenaan, het verschil. Ja, heel vet. Ja, mat en echt leuk. Vet, hè? En, oh, en die koplampen. Koplampen. Zwarte dak. Koplampen. Oh ja, achter, die zijn gesmoked. Die gesmoked. Oh, kijk de deuren. En de achterlichten helemaal gesmoked. Ja, vet. Ze waren echt van dat vieze rood. Maar echt is... mooi gesmoked, ja, echt jongen. Heel mooi. Holy. Want in principe, Fixcar doet eigenlijk echt alles. Als je iets wil, moet je even een DM sturen, even op Instagram. En hun kunnen echt heel erg veel. Maar als je dus je lampen wil laten smoken, doen hun het ook dus voor je. Maar dat wisten we dus niet. Ja, maar normaal is zo'n smoke spuitbusje, dat is echt... Dat had ik op mijn achterlampen. Ja, dat is minder. Ze zeiden, je kan het eraf halen, maar het ging er echt niet af. Nee, maar het is wel minder. Maar dit is permanent, hè? Ja, maar dit mag ook wel permanent zijn. Ja, heel vet. Het is echt heel mooi. Het is tijd om in elkaar te zetten en een potje kopervet staat al klaar. Kijk. Het onderdeeltje van binnen zit er al op. We wilden even kijken hoe het eruit ziet. En de deur hier zit er alweer bijna op. De voorbumper, jongens. En we zijn in één keer aangekomen op kantoor, want... We kunnen niet verder, want er zijn wat probleempjes. Klopt, onze wielkuipen zijn kapot, onze gasveer is kapot, dus... Dat moeten we opnieuw bestellen, helaas. Precies, dus wij hebben een vraag gesteld aan Autodoc van... Willen jullie ons helpen? En hun zeiden... Ja. Wij willen goed. Graag helpen. Nou. Dus bij deze, Autodoc wilde ons spulletjes gaan opsturen. En die vroeg aan ons, wat hebben jullie nou precies nodig? Dus wij hebben laten zien wat we nodig hadden. We dachten, een ruitenwissertje. Dat komt wel van pas met die strepen. Precies, een accu, want hij startte niet.
Nee. Dat was een beetje een probleem. Klopt. Maar misschien is de accu wel oké. En dan kunnen we de accu weer voor wat anders gebruiken. En dat gaan jullie allemaal later zien. Oh, de wielkuiper. Dit is erg belangrijk. Ja, echt. En dat kostte echt vrij weinig. We waren aan de sloop geweest. En de sloop was gewoon al duurder. Die zijn 40 euro. Die zijn 40 euro. Yes. Ja. En een gasveer. Vroeg de sloop ook een tientje. Hier ook 7 euro. Maar nieuw, hè? Een nieuw in doos. Ja, echt top. Dus. Van Rolex, hè? Waar staat dat erop? Nee, Rolex. Oh, Rolex. Dat is wel leuk geweest van Rolex. Dus ik zeg: wachten. Totdat het vanuit Duitsland hierheen komt en dan gaat het goed komen. Dat is toevallig. Dat meen je niet. Nou, wie zou dat nou zijn? Godmonde jij! Ik heb een pakketje voor jou! Als die jij eerst niet pyro voor jou in één keer, ja, oké. Okay. Van alles, maar niet één, niet twee, maar drie. Dat is wel een dingetje. Ja, klopt. Drie pakketten. Nou, kom maar. Kom maar. Ja, die zijn goed zwaar. Denk je, waarom zijn wielkuipen zo zwaar? Dit, ja. We hebben drie pakketten, jongens. We gaan ze even openmaken. Alleen eentje niet. Eentje mogen jullie raden wat erin zit? Precies. Want dat wilden jullie zo graag. Top comment altijd. En top comment altijd. En hun. En toen dachten we, weet je wat? We vragen aan Autodoc. Ja, willen ze ons helpen? Dus de volgende keer gaan jullie zien wat er in het andere pakket. Maar we gaan eerst één pakket openmaken. Niet één, niet twee, niet drie, maar drie pakketten. Gesponsord. Maar we hebben dus drie pakketten hebben binnengekregen. Deze weten we al. Oppassen met die schaar. Accu! Eén hand eruit. Hoppakee! Ja. Een dikke Bosch. Ja, maar echt zo. Een flink accu. Och, waarom is de accu zo zwaar? En nu is de vraag, welke box is de goede? Ja, deze. Oké. Okay. De andere, die is heel zwaar. Hint. Maar, kijk. Wij hadden natuurlijk stiekem altijd alles al open gemaakt. Voor dat de gekkigheid. Jullie snappen het allemaal. Maar kijk. Och. Och. Pakketjes. Ja hoor, wielkuipen. Wielkuipen. Dit is echt zo belangrijk voor ons. Want vooral toen wij off-road gingen. Nou ja, deze ligt nog steeds op een weiland denk ik. Maar deze dingen die zijn echt top. Kijk eens jongens. De oude ruitenwisser. De nieuwe ruitenwisser. En de wielkuipen. En dit hebben ze nog niet gezien. Kijk, we gaan andere lampen nemen, maar dit is even tijdelijk. Dit is wel heel dik. Precies. Boos kijkende oogjes. Even tijdelijk, hè? Even gespoten. Of tenminste, hebben we een fixcar heeft het even gefixt. Is wel vet. En de achterbumper zit erop. Och, hij is wel dik hoor. Hij wordt steeds dikker en kijk eens die uitlaatjes eronder. Nou, jij bent buiten, zo te horen. We zijn buiten weer. Buiten vanuit fixcar. En de spuiten, die ben je er trots op een beetje? Wel hè? Ja toch? Hij is wel lijp hè? Hij is lekker stoffig. Hij heeft pijn aan zijn rug, alles, maar toch doet hij het even. Ik zit lekker op een stoel met mijn gordel om. Ja. Op naar Zwanenburg. Waar is je stoel? Nou, op. We teleporteren in één keer. Via die trailer naar Zwanenburg. Precies, we ruilen hem even op. Precies. Kijk eens jongens. En hij is dan nu eindelijk echt klaar. Tenminste, de binnenkant nog niet. Nou, bijna. Stoelen, we kunnen weer normaal rijden. We kunnen weer normaal rijden. Hij is rijbaar, maar de binnenkant is nog niet af. Maar het heeft een reden. Klopt. Het heeft een hele mooie reden. En jullie snappen vast wel waarom. Maar check eens even. Het carbon zit er prachtig mooi op. Ja, het is echt. Hij is echt heel mooi. Eén ding wat echt niet kan. Dat. Denk ik. Moeten we even een oplossing voor zoeken. Volgende video jongens. Volgende video gaat het helemaal goed komen. Maar check dan. Hij moet ook even schoongemaakt worden. Maar hij is wel eventjes. Het is hem geworden hoor. Mensen, bedankt voor het kijken. Het heeft ons heel veel dagen gekost. Heel veel. Maar ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Tijd voor een nieuw project ook. Later. Dat denk ik wel, ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.